Hey mensen, welkom bij het nieuwe filmpje. Vandaag ga ik weer. Ik ben de naam weer van het spel vergeten. Desert Oil Tycoon. Ik heb een tijdje AFK gestaan omdat ik ging avondeten, maar ik had niet verwacht dat deze game nog zou aanblijven staan. Dus ik heb nu 7 miljoen euro. Daarmee kan ik best wat kopen. Koop ik deze sowieso. Dan ga ik hier naar achter toe. Deze skip ik even. Ik hier upgrade, upgrade. Deze pomp upgrade. Zo. Dan plaats ik hier een large oil jack. Hier eentje. Hier eentje. Dan ga ik deze upgraden. Zo, tuk, tuk, tuk. En dan ben ik mijn geld alweer heel snel kwijt, joh. Niet normaal hoe snel dit gaat eigenlijk, joh. Dan ga ik die oil jacks hier upgraden. Dus deze. Ik wil deze grote dingen upgraden. Hier, zo, deze. Dan upgrade ik die daar, perfect. Deze, deze. Hoeveel euro komt er dan uit eigenlijk? 800 euro. Als ik het goed zie. Zit de vlieg in mijn kamer, echt irritant. Ja, 800 euro krijg ik. Zijn dezelfde pompen nu volgens mij. Ja. Dan ga ik weer deze upgraden. Misschien ook upgraden nog upgraden. 6 keer. Nu 4 naar. Oh, dit is perfect. 300, 420, 445. En daar heb ik geen geld meer voor. Oké, de 556k heb ik nodig. Hier komt 1200 uit. Dit loopt als een band, joh. Dit is ook een band. Lijkt nu alsof ik het geluid harder hoor. Ja. Dan weet ik dit ook nog even zo top. Hoeveel k was het ook weer? 556k. Oké. Okay. Oh, dat heb ik alweer bij een joh. Gaat als een lopende band dit. En waar ik dus achter kwam laatst. Hier gaat dus alles langs. Misschien kan je het zien zo, ja, opa, 40k was dat. Maar dan gaan we wachten tot we de 800k hebben, dus ben zo bij jullie terug. 1 hour later. En ik heb het geld, dus dan ga ik meteen naar die upgrade toe. Hoppa, gekocht. Volgende kost 1 miljoen, joh. Niet normaal. Deze genereert tenminste wel weer lekker veel. Dat ik deze decoratieding ook gewoon meteen kopen. Hier zou ook iets moeten komen, toch? Want dit zou er niet voor niks aan, zo'n platform. Ga ik weer even wat geld in. En kijken wat er kan komen. Zo, heb ik weer 2 ton. Kan ik weer wat kopen? Hier, decoratie. Decoratie. Die decoratie, 2 ton. Ik heb nog 2 ton aan decoratie nodig. Dat heb ik volgens mij nu. Yes. Zo. De decoratie is allemaal gefixt. Oh nee, hier zie ik nog één decoratie. Die moet ik nog even doen. Zo, top. Hoppakee. En dan 128k voor een floodlight. Heb ik 128k al? Nee, heb ik het omhoog. Nu? Ja. Zo. Er zitten vliegen in mijn kamer. Echt irritant. Oh, die liggen hier. Oké. Okay. Zou ik dan maar de sterren gaan sparen? 5 ton is dat. Of kan ik beter als eerst voor deze ding sparen? Die kost ook 5 ton. Laat ik maar voor de sterren sparen. Kom ik ook. Kan ik misschien weer nieuwe van die generators hier plaatsen. Zou wel mooi zijn. Dus dan ben ik bij jullie terug wanneer ik het geld heb. 1 hour later. En ik heb het geld, dus ik ga hem ook meteen kopen. Sters. Oké, dat ik zoveel voor dit heb betaald. Het kost 2 miljoen. Dat ga ik sowieso niet doen, want ik zoveel voor dit ding heb betaald. 5 ton voor een trappetje.
ga ik sparen voor deze upgrade. De floodlights heb ik zo te zien niet echt veel aan nu. Dan ga ik nu lekker sparen voor deze upgrade. 1 hour later. Geld om weer een upgrade te kopen. En nu gaat het echt langzaam met het geld te dienen. Maar dat komt omdat ik 1200 joh. Wat als die 1200 keer 6 gaat? 1200 keer 6 is 7200. Nou, zie ik hoor dat van 800 naar 1200 gaat. Wel een goede upgrade. Maar ik ga even een snel vers, in ieder geval versneld. Ik ga even eruit knippen. Ga ik al die drie pompen gewoon volledig upgraden. En dan ben ik zo bij jullie terug. 1 hour later. En mensen, ik heb ze allemaal gekocht en er is hier iemand op bezoek. Maar wie? Geen idee. Q5 heet die. Geen idee wie dat is, maar even kijken. How do you get the pillars? Need to buy a pillar. Oké, doe dus geen. Ik weet nu al dat ik het verkeerd typ. Maar ik weet natuurlijk hoe het goed kan typen. Dus ik heb dus 733k nodig. Dan knip ik er ook even uit hoe ik al deze drie upgrade. Dus tot zo. 1 hour later. De pilaren zijn volledig vernieuwd. Top. En dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En dan hoop ik jullie dat ik de volgende video weer zie. Wat ik altijd zeg aan het eind van de video's. Doe het belletje aan, like naar beneden. En tot de volgende keer. Later.